Ziekenhuizen. Hier zal op zondag 8 juni het horecaplein gebouwd worden. Naast de podiumtrailer en het horecaterras komen er diverse attracties voor kinderen. Uiteraard is er op de Wollinghuizenweg een grote jaarmarkt met braderie en vloomarkt. Nieuw dit jaar is het standwerkersconcours op terrein van de familie Mulder. Hier zullen tal van standwerkers strijden om de bokaal van Jipsinghuizen. Een van de speerpunten van het Pinksterfeest 2014 is de internationale Oldtimer Show. Er worden vele oude tractoren en auto's verwacht uit onder meer Nederland en Duitsland. Dit jaar is er ook een heuse misverkiezing. Op de podiumtrailer wordt Miss Westerwolde gekroond. Er zijn twee rondes. De avondkleding en de vrije tijdkleding. Er zijn geldprijzen te winnen en de winnaar krijgt een fotoshoot aangeboden door een echte fotograaf. Voor de krachtpatsers is er het open kampioenschap armworstelen. Ten bate van de voedselbank in Vlagwedde is er een taartenbakwedstrijd. Iedereen kan taarten inleveren. Een professionele jury zal dit beoordelen en het gebak dat overblijft wordt verkocht per punt op het terras. De opbrengst hiervan gaat volledig naar de voedselbank. Als jij mee wilt doen aan een van deze onderdelen, wacht dan niet langer en stuur een mail naar pinksterfeest@bjmoed.nl of via Facebook. Deel dit filmpje op Facebook en kom allemaal op zondag 8 juni naar Jipsinghuizen. Er is de hele dag entertainment op het horecaplein en de entree is net als anders gratis.